Het is vandaag Blue Monday. Blue Monday. Dat is een depressieve dag, want de feestdagen zijn achter de rug. De zomervakantie is nog oh zo ver weg. En de dagen zijn kort. Het is koud. Het is koud. Dus één grote ellende. Het is verschrikkelijk. Dus het is vreselijk is het ook. Ik denk, weet je wat, ik nodig gewoon een meneer uit die bijna 50 wordt. Precies. Nu nog 49, maar 11 maart dan 50 wordt. En die een beetje positiviteit uitstraalt. Precies. En dat is Emiel Ratelband. Ja, die kwam ik net tegen. Zonder bril, ik herkende hem niet. Maar heeft dat te maken met het feit dat je alleen maar jonger wordt, Emiel? Welkom. Het heeft mee te maken, ja, natuurlijk. Als je jonger wordt, dan blijkt in één keer dat alles terugdraait. Je potentie wordt hoger. Je kijkvermogen wordt hoger. Je ademhaling wordt sneller. Je gaat weer makkelijker visualiseren. Het is al met al, het is één groot feest. En daardoor heb ik nu een andere vrouw, een draagmoeder. Dus geen vrouw meer die om me heen loopt elke dag. Maar gewoon een vrouw die een kind werpt. En dat het kind bij mij werpt en bij mij blijft. En dat zijn er dan twee. Dus wel de lusten. Maar niet de lasten. Niet de lusten, maar wel de lasten. Je bedoelt van een vrouw? Van een of, wel de, of niet de lasten, maar wel ja, de lusten. Precies, exact, dat is het eigenlijk. Ja, exact, dat is het eigenlijk. Heb je last van Blue Monday? Ja. Nou, ik vind het een woord. Ik moet luisteren, ik kotst er eigenlijk van. Dat mensen zijn die daar rekening mee houden. Ik had vanochtend 3 mensen aan de telefoon die zeiden, ik ben echt depressief en ik krijg nu ook bevestiging daarvan, van de Blue Monday. Ik zei, moet luisteren, je moet gewoon een schop onder je reet hebben. Het is gewoon schandalig. Kijk eens even om je heen. Kijk eens even in de spiegel. Je bent een fantastisch mens. Je bent gezond. Je hebt een baan. Je staat lekker elke dag in de file. Je kunt gewoon beschikken over allerlei sociale voorzieningen. Als er wat is met je, kun je naar het ziekenhuis. Gewoon, en dan loop je gewoon te zeuren dat het slecht is. Je bent een wonder. Kijk eens naar je lijf. Je ogen bestaan voor 99,9% uit water. En je kunt mij zelf zien. Ja, dat is ook vreselijk. Als ik jou zie, dan word ik alleen chagrijnig van. Ja, precies, exact. Nou, dus vul dat nou eens eventjes anders in. Het is gewoon, je doet het jezelf aan. Dus iedereen die klaagt en steunt, iedereen die depressief is, heeft het aan zichzelf te danken. De mensen die hebben een burn-out, ja, dat zijn alleen maar voor de losers. Als jij een loser wil zijn, dan ben je een burn-out. Maar luister, mensen zeggen, ja, maar dat kun je toch niet zeggen, Ratelband? Ja, waarom kun je dat niet zeggen? Het is gewoon de waarheid. Want namelijk, de werkelijkheid is een subjectieve ervaring. Het is niet de objectieve ervaring, het is een subjectieve ervaring. Dat betekent voor de luisteraars, betekent dat datgene wat jou overkomt, heeft alleen maar de betekenis die jij eraan geeft. Dus als je partner wegloopt, dan kun je zeggen, je kunt ook zeggen, oké, who's next? Als er iemand overlijdt, dan kun je natuurlijk zeggen, van ja, wat vreselijk dat hij of zij weggaat. Je kunt ook geloven, de stof is weg, maar de geest blijft. Dus hij kijkt me niet meer op mijn vingers en hij corrigeert me niet meer. Zo maar je bent nooit down, je bent altijd positief. Nee, ik had vanochtend nog een gesprek met een van mijn draagmoeders. Die zei, ja, mijn vader wil me niet meer zien. En mijn vader doet dit, mijn vader doet dat. Ik zei, moest luister, geef me even zijn telefoon en mijn zakken me even bellen. Nee, ik wil niet dat je ermee bemoeit. Dus ik zei, moest luisteren, goed luisteren. Ik zeg, jij draagt nu het kind van mij. Ja, en jij hebt de verantwoordelijkheid genomen om er gezond voor te zorgen. Want dat is, heb ik beschreven in mijn boek Body Logic. Je moet gewoon goed voor jezelf zorgen. En helemaal moet je extra goed voor jezelf zorgen als je dus zwanger bent. Ik zeg, dus je stopt nu met dat zeiken over die vader. En als je er niet mee over stopt, dan kun je dus gaan. En dan wil ik jouw kind niet meer hebben. Ja, nee, maar daar heb ik 2 redenen om depressief te zijn. Ik zeg, precies, daar heb je 2 redenen om depressief te zijn. Geef het telefoonnummer. Dus ik heb het telefoonnummer gedraaid. Kreeg die vader aan de telefoon. Ik zeg, moet je even luisteren, pa. U spreekt met Emiel, bla 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 bla. Hij zegt, ja, en ik zeg, maar luister, u miskent uw dochter. Hij zegt, miskent mijn dochter? Hoe komt dit daar nou bij? Ja, u zegt niet dat tegen uw dochter dat u van haar houdt. Hij zegt, ik zeg altijd dat ik van haar houd. Ik zeg, wanneer is het de laatste keer geweest dan dat u haar gebeld heeft? Zij belt mij altijd. Ik zeg, maar hoe gaat dat dan, zo'n gesprek? Nou, hij legde me dat uit. Hij zegt, ja, ik durf ook niet tegen haar te zeggen, ik hou van jou. Want ja, ik ben een oudere man en ik ben niet zo opgevoed. Ik zeg, maar knuffelt u wel eens dan met uw dochter? Nee, ik knuffel eigenlijk ook nooit met hem. Want dat vind ik, daar hou ik niet van. Ik zeg, maar hoe laat u dan blijken dat u van haar houdt? Hij zegt, ik koop altijd cadeautjes voor haar. Ja, ja. Ik zeg, precies. Ik zeg, nou, dus ik gooi die telefoon erop. Ik zeg tegen haar, kijk je nou. Iedereen heeft een andere manier om te laten zien, of te laten horen, of te laten voelen, of te laten ruiken, of te laten proeven, dat hij of zij van jou houdt. Ik zeg, en als jij nu een andere regel daarvoor hebt, moet je gewoon ook even flexibel zijn. Nou, zeg, je hebt wederom gelijk. Ik zeg, dat is nou het probleem. Ik heb altijd gelijk. Maar dat Blue Monday, wat je zegt, ik heb nooit een nare dag. Nee, nooit dat je denkt van, ik heb niet zo'n zin in vandaag. Of, ik hoef mezelf tot de orde. Je zegt dan van, het mag van mezelf niet. Nee, zou het naar neigen. Precies, maar dat gevoel heb je dus wel. Nee, maar luister. Dat kan toch haast niet anders? Nee, natuurlijk. Nee, alles is een gewoonte. Alles is een gewoonte. Maar dit is een wetenschappelijke formule. Hè? De W staat voor weer. Nou, het weer is natuurlijk, ik vind dit heel prachtig. Ik hou van dit weer. Welke wetenschapper heeft het hier neergezet? Een Engelse wetenschapper heeft dit gewoon. Dus de W is voor weather. Ja, nou, dan staat de D is voor debt, dus voor de schulden die je hebt. Hè? Dus het salaris en het geld wat je had, maar nu niet meer hebt. Mm-hmm. Dan de tijd,
sinds het kerst is geweest. En kerst is natuurlijk voor iedereen waarschijnlijk dan hartstikke leuk en vrolijk en ja, zo. Ja. De Q staat voor de tijd dat je allerlei, natuurlijk het is januari, allemaal goede voornemens hebt. Nou, nu ben je 2 keer naar de sportschool gegaan, dat vindt er geen klote aan. Ja. En dan ga je weer naar huis en dan zit je weer dik op de bank. Ja. En de M staat dan voor low motivational levels. Ja. Dus je hebt geen motivatie om dingen te doen. Ja. En dat alles bij elkaar maakt Blue Monday. Wat natuurlijk ook voor achteraf de... is altijd natuurlijk alles in een wetenschappelijke formule te schoppen. Gieten, ja. Kijk, ik moet altijd denken aan de witte motor. Ik ben opgegroeid met een liter melk per dag. Ja. En nu weten we allemaal dat melk het slechtste is wat je kan overkomen. Nou, dat moet je absoluut niet nemen. Geloof je dat? Jawel. Ja, maar luister, kijk nou naar je eigen lijf. En vooral naar je buurman met het lijf. Ach, ja, dat is heel erg. Ja, want allemaal zuivelproducten. Maar luister, toen waren er allerlei wetenschappelijke factoren. Omdat je dus een liter melk per dag moest drinken en roomboter en kaas. Toen kwamen er allerlei wetenschappelijke factoren en berekeningen kwamen dat je in ieder geval geen melk moest drinken en geen kaas en geen boter. En nu is het weer een beetje, komt het evenwicht er weer in. En dan moet je niet zoveel nemen, maar je moet een beetje de helft nemen. Dat is hier gewoon een lulverhaal. Dus gewoon, kortom, een lulverhaal. En zo zie je maar weer mijn stelling. De werkelijkheid is een illusie. Al datgene wat je leest en wat je hoort, je moet je gezonde boerenverstand gebruiken. Ja. Als je bij mij over het vuur loopt, dan kan dat helemaal niet. Maar als je je gezonde boerenverstand gebruikt en je luistert en je denkt bij jezelf, ja, die Radelmond heeft toch gelijk. Want het is voor mezelf, is dat er gewoon een schop onder mijn reet. Want als ik dat kan, wat kan ik allemaal wel? Maar de Blue Monday is dus, zeg je, ook gewoon een makkelijk. Wordt er nog over vuur gelopen trouwens? Natuurlijk. Als het leuk is, dan gaat de tijd ook heel snel. Ja, daar heb je gelijk in. Precies. Heb je altijd gelijk? Ik heb altijd gelijk, ja. Omdat het allemaal zo simpel is. En we zijn langzamerhand gaan geloven dat het allemaal moeilijk is en gecompliceerd is. Dat komt door ons onderwijssysteem. Namelijk, wil je promoveren, dan moet je eerst een probleem hebben. Dan moet je opblazen, dan moet je het analyseren. En dan moet je vertellen waar het probleem is ontstaan. En iedereen gaat geloven dus dat het daarom allemaal zo moeilijk en gecompliceerd is. Het is gewoon heel simpel. Gebruik je gezonde boerenverstand. Even wat anders, Emiel. Ben jij blij? Ben jij gelukkig? Ik ben regelmatig gelukkig en regelmatig niet gelukkig. Maar ik sta er eigenlijk weinig bij stil of ik wel of niet gelukkig ben. Ik heb het over het algemeen gewoon heel erg naar mijn zin. Vind je dat niet belangrijk dan? Nee, ik vind gelukkig zijn is ook weer zo'n mal woord. Net als dat je werk leuk moet vinden of zo. Je werk moet leuk zijn. Nee, je werk moet bij jou passen. Het moet het werk zijn wat bij jou... En daardoor is het leuk? Nee, want ik krijg het etiket dat het leuk is. En maar als je werkelijk doet datgene wat bij jou past, dan kom je in de flow. Dan ben je elke dag, dan ben je authentiek bezig, dan zit je in de flow. En dan geldt de tijd niet. En dan geldt de energie die je erin stopt, geldt niet. En dat is het belangrijkste van alles. Dus daarom zijn mensen die zeggen, ja, ik wil thuis niet lastiggevallen worden door mijn werk. Want de WhatsApp moet uit en de e-mail moet uit. Dat zijn mensen die doen dus iets waar ze geen zin in hebben. En omdat ze s'avonds dan met rust gelaten willen worden en denken dat ze mee op kunnen laden dan op dat moment dat ze rust hebben, is niet waar. Want ze maken in zich hoofd, maken ze zich toch... Nou, de reden waarom ik het vraag eigenlijk, Emiel, is je hebt natuurlijk een behoorlijke heftig jaar, misschien jaren gehad. Hoezo, heftige jaren? Nou ja, met al die toestanden over je leeftijd, dat er gedaald moest worden met de... De dames in je leven, 24 kinderen, wat is het allemaal? Ja, en, heb je 24 kinderen? Nee, 7. Nee, ik heb de 7, er komen er 2 aan. En iedereen spreekt daar ook weer schande van. En als ik dat dan uitleg, dan zeggen mensen vooral van... Waarom is dat schande dan? Schande. Omdat je op jouw leeftijd nog 2 als kinderen hebt. Als je 70 bent, dat je dan kinderen... Nou, vind ik ook schande. Ja, precies. Nou, goed. Hoeveel kinderen heb jij dan? 0. Ja, precies. Dat is pas schande, zeg. Zo ziet er ook uit. Dat is een schande dat je niet voorplant. Daarom ben je op deze wereld. Je bent op deze wereld met de plicht om je voor te planten. Nou, ik doe dat tenminste. Dat heeft niks met de kerk te maken, hoor. Dus heel veel mensen denken natuurlijk dat multinational, de Romeinse kerk, heeft dat altijd gezegd. Zorg ervoor dat je vermenigvuldigt, want dan hebben we dus meer klanten. Maar dat zegt de staat, zegt dat in wezen ook. Daarom moeten de vrouwen werken, mannen werken, overuren maken. Want je bent een wezen in de grond van de zaak. Ben je natuurlijk een slaaf van de overheid. Ja. Dus als je me opbrengt, als je niet opbrengt, ja, dan word je afgeserveerd. Maar Het waren geen zware jaren. Je hebt geen kinderen. Ik moet hij is niet getrouwd. Nee. Wat draag je eigenlijk bij aan deze maatschappij? Nee, niks eigenlijk natuurlijk. Nou, ja, eigenlijk nou, okay. Oh, maar jij vindt dus dat je alleen maar bijdraagt aan de maatschappij als je wel kinderen en voortplant? Dat is de enige plicht. Geloof je in evolutie of geloof je niet in evolutie? Nou, maar je kan ook zeggen van nou de wereld zoals die nu is en gaat worden. Op de vraag. Geef een antwoord op de vraag. Geloof je in evolutie of geloof je niet in evolutie? Tuurlijk geloof ik in evolutie. Nou, oké. Okay. Wat is dan de taak van het menselijk ras? Ja, dat weet ik. Om in stand te houden. Nee, maar dat is wel. Ja, maar het wordt wel lastig natuurlijk. Als je een bepaalde geaardheid hebt waar je zelf niet voor gekozen hebt. Nou, daarom is het ook niet menselijk, is het niet gezond wat je doet. Het feit dat iemand homoseksueel is niet gezond. Nee, dat, nou begrijp je nou gewoon dus waarom een Romeinse kerk zoiets zegt.
En waarom ze in Nashville dus zo'n... Ja, maar leg dat eens uit dan. Nee, maar waarom, kijk... Nou, omdat de taak van de mensen... Nee, dat begrijp ik allemaal. Nou, om zich voor te planten. Maar iemand... Nee, maar iemand wordt homoseksueel. Of is homoseksueel, omdat diegene zo geboren is. Ik heb altijd gezegd... Hij is zo geboren. Nee, jawel, waar. Ja, nee. Ik heb nooit op een gegeven moment een keus gemaakt van... Nu bepaal ik of beslis nee, ik dat nee, ik... Nee, dat is niet waar wat je zegt. Jawel, dat is wel waar. Je wordt niet zo geboren. Jawel. Nee, je wordt niet linkshandig geboren of rechtshandig geboren. Er is dan op een zeker moment is er een omgeving die een bepaald bedrag beloont. En daardoor neig je dus om zo te zijn. En er is niks fouts aan, begrijp me even goed. Er is niks goeds aan, want er is geen fout of goed. Het is altijd oké. Dus het is oké, maar altijd vanuit het perspectief... en daar gaat het namelijk om waar we het over hebben... vanuit het perspectief vanuit een kerk... die ervoor wil zorgen dat met een aantal regels... dat er meer zieltjes gewonnen worden, past daarin dus niet... Een categorie van mensen die zich niet voortplanten. Mm-hmm. Daar gaat het om. Als je naar de dieren kijkt, een dier is hier om A, om zijn... Er zijn twee redenen waarom een dier ontstaan is in de evolutie. Dat is één, is om zich voort te planten. B, om zijn plaats in te nemen in de voedingsketen, zoals dat heet. De mensen nemen hun plaats niet meer in de voedingsketen. Daarom is het zo belangrijk om te realiseren... ben je een voorstander van evolutie of geloof je in de schepping? Dat is het, namelijk het paradigma van waaruit jij denkt... Waar geloof jij in dan? Ik geloof in beide. Het is een, het is en-en, het is niet of-of. Er is dus een schepping heeft er plaatsgevonden. Hè, dus in de materie. En de ziel, het geestelijke, dat zit in elk mens. Dus dat is een samenloop van... Het verbaast me een beetje, van Emiel, als ik heel eerlijk mag zijn. Ja, ik ook. Wat verbaast je? Nou ja, dat je daar zo over denkt. Zegt. En dat je dat ook zegt, ja. Wat ik zeg? Dat evolutie en schepping? Nee. Over die homoseksualiteit. Over die homoseksualiteit. Ik spreek... Kijk, nou, dan wordt het gelijk weer, omdat het emotioneel zo zwaar is. Nee. Ik praat uit de naam van een kerk. Ik zeg niet dat ik dat denk. Maar ben jij een kerk? Of praat je namens een kerk? Nee, ik zeg dus, als je dus dat Nashville-verhaal... dan moet je door die bril bekijken. Daarom is de werkelijkheid is illusie. Dat is voor hen uit Nashville, die dat papier hebben ondertekend... is dat waarheid, maar dat komt vanuit hun belangen. Begrijp je dat dan of niet? Ja, dat... Nou, dat goed. En als je, dat, dan, als je die perceptie volgt... maar ik zeg niet dat ik die perceptie volg... je volgt die perceptie... Nee, dan... je geeft jouw mening daarover. Nee, ik geef mijn mening daarover. Je zegt dat het geen keuze is. Dat het geen keuze is. Of dat het... Ik zeg dat je niet zo geboren wordt. Dat juist. Is wat ik zeg. Ja, maar... Ja, dat is wat ik zeg. Met een transgender, ik heb die discussie heel veel gehad. Vooral in Engeland. Er waren televisieprogramma's. En er was altijd een transgender bij die zei... Het is een schande dat jij jouw probleem met de leeftijd vergelijkt met ons probleem. Want wij zijn zo geboren. Nee, je bent niet zo geboren. Het is een geaardheid die ontstaat in de maatschappij. Want hoe komt het nou dat er meer transgenders zijn dan 20 jaar geleden? Hoe komt het meer zijn dat er meer mensen zijn die dus gay dus, zijn. Dus heteroseksualiteit, dat ontstaat eigenlijk op dezelfde manier als homoseksualiteit, zeg je? Ja. Oké. Okay. Dat is dus... Alleen is het maatschappelijk zo dat je als hetero nooit hoeft te zeggen van... Goh, ik word vandaag wakker, ik ga naar mijn ouders, pa, maak, ik moet je iets vertellen, ik ben hetero. Nee, maar omdat dat nog niet geaccepteerd is in zijn totaliteit... De homoseksualiteit nee, dus, bedoel je? Dus er zijn ouders die zijn daar bang voor. Dus dan als zoon zijnde weet je dat jouw ouders daar bang voor zijn. Mm-hmm. Ik ken genoeg als mijn zoon thuis zou komen en zegt... Pa, ik ben homo. Ik zeg, nou, lekker jongen. Waar is je vriend? Maar, dus hij maakt daar geen probleem van. Maar andere mensen die zijn, ja, die denken van... Ja, hoe zal pa erop reageren? Hoe zal het dorp erop reageren? Hoe zal de buurman erop reageren? Ja, maar zo moet je helemaal niet denken. Nee, natuurlijk moet je helemaal niet zo denken. Maar ik kan me wel voorstellen dat er mensen zijn die zo denken. Ik kan me ook wel voorstellen, ik ben niet depressief. Maar ik kan me heel wel voorstellen dat heel veel mensen wel depressief zijn. Als ze naar buiten kijken, ja. Of als ze tegenover zich kijken naar hun partner. Dat ze denken, wat voor problemen heb ik allemaal. We moeten naar het nieuws. Blijf je nog even ja, zitten? Ja, maar mijn buurman die zit me aan te kijken zo. Van, is dat ja, ik moet het even laten bezinken ook een beetje. Ja. Nou, jij bent al zo snel. We gaan naar het nieuws toe zo meteen. Ja, inderdaad. Emiel Ratelband, dus ik spreek hier. Geen veroordeling uit. Maar even goed begrijpen. Ja, maar zo zie ik het ook niet hoor. Het is niet dat ik boos ben of wat je zegt namelijk. Nee, exact. Maar ik praat niet uit eigen naam. Nee, het was net een beetje van... Je had wel een beetje het idee dat je het wel uit eigen... Nee. Jawel, je kijkt me zo boos aan. Van nee. Weg hier, want je bent kijk, home. Kijk, nee. Gelukkig, ik ben eigenlijk wel benieuwd, Emiel. We hebben het net gehad over Blue Monday. En dat is allemaal onzin natuurlijk een beetje. We hebben het ook even gehad over homoseksualiteit. We zijn trouwens niet... ik ben trouwens niet boos. Want mensen denken van... Nee. Zegt hij nou en voelt hij zich persoonlijk aangevallen. Dat is helemaal niet zo. Het was toch geen persoonlijke aanval? Nee, dat weet ik. Dat weet ik inmiddels ook. Maar wat maakt een goede discussie? Als je geboren bent zo of dat je dus zo gemaakt bent?
Nou, wat maakt het verschil? Ja, nou goed, dat is die discussie, daar stoppen we verder mee. We gaan het hebben, want je hebt hier een boek, Werkelijkheid is Illusie. Dat boek ken ik nog van vroeger. Daar zie je er ook nog echt uit als 49, toen je echt met 49 was. Ik zie zelf dat ik er nu beter uitzie dan toen. Auteur van de bestsellers. Ja, vind je dat? Ja, vind je dat echt? Ja, ik vind dat ik er nu beter uitzie dan toen. Vind je zelf niet? Nou ja, je hebt wel wat ouderdomsvlekken natuurlijk gekregen. Dat is toch wel. Ik ben een halve blauwe, dan krijg je dat gewoon. Nee, maar je zei het, dit boek dit gaat nu pas lopen. Ja, het is heel raar dat mensen dus nu... Ik heb het boek in 94 geschreven. Ik heb er toen maar een stuk of 50.000, 60.000 van verkocht. Mm-hmm. En op de site is het elke keer dus dat mensen dat kopen... omdat het besef in één keer komt dat die Radman toch wel gelijk heeft. Dan werkelijkheid is een illusie. Dat is heel raar. Ja. Ja, maar goed, het is... En hij heeft ook een ander mooi boek. Dat ligt daar bij Bas. Dat is wat recenter, denk ik, hè? Ja, dat is... Daar quote je toen straks al over het... Body Logics. Dat laat zien, als je holistisch denkt... dan is boven is gelijk aan beneden en binnen is gelijk aan buiten. Lichaam en geest en onlosmaken met elkaar verbonden. Nou, dat langzamerhand is iedereen daar wel van overtuigd. Dus de manier zoals je functioneert... bepaalt dus ook de vorm van je lichaam. Maar de vorm van je lichaam bepaalt ook de manier hoe je denkt. Dus soms is dat de geest... het lichaam volgt, en het is ook wel eens dat het lichaam de geest volgt. Daarom ga je er ook uitzien zoals je bent, eigenlijk op latere dagen. Emiel, slaap jij goed? Ik slaap maximaal 4 uur per nacht. Ja, dat weet ik, heb ik wel eens gehoord. En dat heeft daarmee te maken dat ik, voordat ik ga slapen, maak ik de balans op. Ik maak de kassa op, zoals ik dat zeg. Ik stel mezelf 3 vragen, en dat zorgt ervoor dat ik gericht ben op positieve... en dat ik klaargemaakt ben voor de volgende dag. Het schoot me net te binnen. Misschien een hele stomme vraag, maar... Stomme vraag, wat... bestaat niet. Nee, die bestaat ook niet. Heb je weer gelijk in. Positief zien. Wat raakt jou? Wat mij raakt? Ja. De kleine dingen van het leven raken mij. Bijvoorbeeld, ik heb zoveel respect voor de telegraafbezorger... die elke morgen de telegraaf komt brengen tussen 6 en 7. Voor een hongerloontje ook nog. Ja, buiten dat, ja. Mm-hmm. Ik vind het zo ontzettend knap, dat raakt mij zo... dat die mensen van de gele hesjes, dat die dus miskend worden. En dat bijvoorbeeld laatst was in Den Haag... dat ding wat je over je kop trekt van islamitische mensen... dat niet mag. Boerka? De boerka-verbod. En 2 dagen later zijn we van Halsema... luisteren wij handhaven hier niet op. En toen werd er een man die een geel hesje droeg, werd gearresteerd. Dat raakt mij. Dat ik denk bij mezelf, hoe kan dat nou? Iets wat wettelijk geregeld is, dat is die boerka. Daar wordt niet op gelet, maar iemand die een geel hesje aandraagt... die ontevreden is, die burgerlijke ongehoorzaamheid tentoonspreidt... die wordt wel gearresteerd. Ja, de reden waarom ik het vraag is, volgens mij gaat er zoveel in jouw hoofd om. Ja, klopt. Elke minuut denk je aan 100 verschillende dingen. Dat klopt. Ik zit in de auto, ik heb nooit radio aan. Dus ik denk altijd, ik schrijf het toch altijd gelijk op... zodat ik dat kan gebruiken. Ik heb vanmiddag een seminar, ik heb morgen een seminar... overmorgen een seminar, vrijdag ook nog een. En dan gebruik ik dat allemaal. Dus ik gebruik de actualiteit voor het moment dat ik daar op de bühne sta. En ik maak er dan gebruik van om te laten zien... hoe mensen dus geen gebruik maken van hun vrije wil. En dat men zich maar laat leiden... met een korte ei, tot iets wat tot lijden leidt. Dat is een lange ei, maar dat een persoonlijke keuze is. Het is allemaal een keuze. En als je dat besef hebt, dan stijg je boven jezelf uit... en dan kom je in dat gebied waar je eigenlijk wilt zijn... dat er geen tijd is, geen energie is... maar dat je gewoon één bent met het moment. Jij wordt niet geleid. Meestal niet. Want op het moment dat ik merk dat ik geleid ben... zoals ik dat net vertelde, dus met die vrouw... dan neem ik initiatief en ik doe wat. Dus ik zorg er altijd voor dat ik in charge niet ben, maar wel word en blijf. Goed. Ik wil nog even afsluiten, want dat is het laatste. Ik wil nog één positieve Blue Monday zin van je horen. Maar als je kijkt in de spiegel, want namelijk in de spiegel is de enige persoon die jou mag beoordelen. En tel al de dingen die positief zijn aan jou. Denk dat je gezond bent, denk dat je een goede relatie hebt. Denk dat je gewoon een paar centen verdient of dat je een uitkering krijgt. Kijk naar buiten hoe de zon schijnt, hoe de heerlijk weer het is. En hoe het fantastisch is op deze mooie planeet te mogen leven. En laten we met z'n allen voor zorgen dat die planeet zo mooi blijft. Geloof niet al die klimaatakkoorden. En toestanden en zo gebruik je gezonde verstand en verbeter de wereld. En begin bij die eerst belangrijke persoon. En dan ben je namelijk zelf. Dankjewel. Emiel Ratelband.